Koppen bestaat uit 3 onderdelen. Sprongkracht, kun je trainen, zo hoog mogelijk. Bal altijd op het hoogste punt raken. Dat is de timing. Timing is dus verschrikkelijk moeilijk om te leren. Maar door veel te doen, kun je het goed benaderen. De volgende is de beweging. Achteruit, om zoveel mogelijk kracht. Daarna met het lichaam weer naar voren komt. Die bal met je hoofdstelkracht. Een heel belangrijk ding. Hoef ik eigenlijk niet te zeggen, maar je moet je ogen open hebben. En dat doen we maar heel weinig. Die echt zien waar ze koppen.